Ja, ik zit er gewoon, maar het leek wel drukker dan ooit op het kerkplein. En hoe drukker het is, hoe later ik ben. Excuses, maar we weten het van tevoren, dat is gezegd. Hartelijk welkom bij de afsluiting van wat ik noem een zware week. En Nederland is het enige land dat we vrijdag en daarvoor herinnering aan de Tweede Wereldoorlog doen. In 2 dagen. En dit is een beetje een waardige dag, avond. Want we zitten voor een overgang van vrijheid. En dat is heel bijzonder in Nederland. En we hebben een leuke, maar zware week achter de rug. Op 2 mei is de plaquette van 3 H onthuld op Noorderstraat 12. En het gaat als een lopend vuurtje door Nederland. Want gisteravond was het zelfs de voorstelling van Rode Trien te zien op NPO 1. En burgemeester en nog liefst 2 wethouders zitten daar nu, dus helaas zitten ze niet hier. Als je daar zit, kan je niet hier zitten, zoals we weten. Wij zijn desondanks verheugd dat ik in zulke getalen hier zit en dat het ook druk was op het kerkplein. Dus ik hou het kort, Patrice. Steek van wal, zou ik zeggen. Applaus.
ontvangt als koning. Heb ik echt altijd mijn volk gediend? Leidt het land nu meer, omdat ik niet buigen kan? Ik deed waar de tijd om vroeg, maar deed ik genoeg. Thank you.
Welkom in de Oosterkerk, waar wij samen met u van herdenken naar vieren gaan. We herdenken de slachtoffers. In de eerste plaats de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Maar ook zij die in andere oorlogen gevallen zijn. En die helaas nog steeds vallen ten gevolge van oorlogen. Ons openingsnummer ging over het heroïsche verhaal van de soldaat van Oranje. Bij u allen wel bekend. Met een geweldige vertolking van onze eigen Wilhelmina, Tine Vlam. Erik Hazelhoff-Roelsema, de soldaat van Oranje, luisterde naar een innerlijke stem die hem zei niet stil te blijven zitten, maar in actie te komen. Want, zoals we zongen, het gaat over jou en mij. Onze enige hoop zijn wij. Wij maken het verschil. Onze daden doen ertoe. We maken een krachtig statement in de volgende nummers die we gaan zingen en zeggen: wij blijven niet stil. Wij laten onze stem horen en laten niet over ons heen lopen. Precies zoals al die dappere mensen hebben gedaan in de oorlog. Die allemaal op hun eigen manier in verzet zijn gekomen en hebben gestreden voor de vrijheid. Die van u, die van mij, die van ons allemaal.
geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog mag niet verloren gaan. De verhalen over deze geschiedenis moeten verteld blijven worden. We moeten blijven leren van dat wat er in het verleden gebeurd is. Want de geschiedenis kan zich zomaar herhalen. Dat zien we om ons heen. Mensen die op de vlucht zijn. Ouderen, gezinnen, kleine kinderen. Het breekt je hart. Je kunt het niet alleen doen in het leven. Dat mogen duidelijk zijn. Vrienden, kennissen, onbekenden die helpen. Je hebt ze nodig. Zoals ook zij jou nodig hebben. Laten we vooral blijven kijken naar elkaar als mensen. En niet denken in zij en wij. Anders zijn is prima. Niet anders zijn ook. De nummers die wij zo gaan zingen, gaan over vriendschap, liefde, over het samen doen en over die innerlijke kracht die in ieder mens zit. Feel the
herdenken, maar vieren. Door middel van de komende drie nummers zetten we de stap naar voren, naar het vieren van het leven. Onze mogelijkheden zijn eindeloos hier in Nederland. Wij kunnen achter onze dromen aangaan. Je kunt naar voren stappen als je die behoefte voelt, of op de achtergrond opereren. Alles is goed. Op de site van Comité 4045 Horen, oorloginhoren.nl, staat het mooi omschreven. Anders zijn moet kunnen. Niet anders zijn mag ook. En dat is precies waar het om gaat. Jij bent jij en ik ben ik. En dat is helemaal goed. Iedereen mag er zijn. Daar gaan de volgende drie nummers over. Over jezelf laten zien zoals je bent. Over een miljoen dromen. En over het leven komen en je dromen waarmaken. Een heel belangrijke droom is voor ons allen hier waar geworden. Wij mogen in vrijheid leven.
Ik neem even naar voren voor het water. Ik neem de vierde buiten natuurlijk af. Een fantastisch concert.